Okie dokie, daily challenge tijd. Laten we eens zien wat het is vandaag. Dit lijkt mijn Indonesië te zijn. Nee, Sri Lanka. Oké. Even kijken. Ik ga ervan uit dat Vejan Goda. Oh ja, nee, dit is echt. Nee, dat. Dat gaat hem niet worden. Ik denk dat het wellicht ook de stad zelf wel is. Nou, kijken of we iets anders kunnen vinden wat ons kan helpen naar het bereiken van het doel wat we zoeken. En het probleem is dat je niet kunt. Ja, je moet ook weer niet te veel van. Oké, kijk, dit is wel iets waar ik mee kan werken. Laten we Jaella en Katunayaka zoeken. Ik denk dat de twee belangrijkste zijn. Met name omdat dat wat verder weg is. Zou misschien trouwens jouw Ela zijn. Ja, daar is Jaela. Oh wel. België? Anders is het Nederland. Nee, dit is België. Dit is 100% België. Dit is meer een hoofdweg dan dit, hè? Dus we kunnen beter hier verder gaan. Maar. Ukkelen, dat zegt me. Hey! Sorry. Ik dacht dat het niet door zou zetten, maar helaas, toch. Ukkelen, dat zegt me echt helemaal niks. Daar ben ik echt heel, heel, heel eerlijk in. Daar is in ieder geval meerdere bordjes. Oh, fijn. Wanbeek, Ternat en E40, Affigem.
kijken. Ik denk dat het hier ergens in de buurt ligt, in de buurt van Gent. Affigem. Kom op, Affigem. Zit aan de andere kant van het ding weg. Nee, want dat gaat dingen in, dus dat zou ik niet denken dat het daar ligt. Maar kom op. Wat was die andere? One bacon, not. Ah, daar. Affligem. Waarom zeg ik dan Affligem? Affligem. Ik weet dat dat een goede naam is, maar. Deze is makkelijk. Ik denk dat dit Slovenië is. Ja, oké, top. Dankjewel voor de bevestiging. Zo kan ik het helemaal net zien. Daar. Sammetjes er maar 3 vandaan. Zou je denken dat dit het is? Hier. Dat zou echt geniaal zijn als dit hem is. Ik denk dat het dit hem is. Die kant op dan. Nee, dit is niet de naam van de stad. Ik wil de naam van de stad hebben. Ja, kaart. Strek. Krilovic. Ja, dit is het. Dit moet hem zijn waar ik sta nou. Dat kan niet anders. Hey, en in de tijd dat ik dit gedaan heb, is het wel echt een van mijn beste dan. Ja, dit moet hem zijn. Het enige dat zou kunnen is dat hij. Want dit is die. We staan echt tussen die. Misschien zelfs een klein beetje dichter daar naartoe. Dit is lang geleden dat ik een 0 gehad heb. Als hij een 0 meter. Ik geloof dat ik hem maar 1 of 2 keer gehad heb of zo. Ja, dit moet hem zijn. Zou je zeggen. Dit. Ik weet niet of hij erop staat. Nee, staat er niet op dus. Maar we wachten die paar seconden, wachten we nog wel af. Dit zou er moeten zijn, denk ik. 9 meter. Alsnog 9 meter. Als ik hem daar gehouden had, dan denk ik dat ik hem gehad had. Denk ik. Windshield repair. Dit lijkt mijn Amerikaans te zijn, denk ik. Ik wil voornamelijk even hier kijken. Nee, dit is. Dit is Canada. Dit is Canada. Ik denk dat deze plaats Lacombe heet.
Het enige wat ik dan nog moet hebben is de staat. Laten we eens kijken in mijn eerste vermoeden. Nee, weet je, we gaan gewoon door. Voordat ik mij helemaal rot zoek en het straks een andere staat is en dat ik hem zo zou kunnen vinden, weet je. Dat zou zonde zijn. 2A. Is het toch niet? Nou wil ik weer bevestiging hebben. Maar nou ga ik zitten twijfelen. Nou ik dat 30 daar zie staan. Lacombe Regional Tourism, kom op. Oké, okay, nee, dat is wel de 100% vestiging, zeg maar. Ik hoopte dat hier op zou staan. We zullen zien. Dichtbij genoeg. Maar oh ja, dit is wel 2A. Ja. Never mind. Oké. Ik ga nooit raden wat het is. Nooit. Zeker met die... En hoe durf ik dit zo zeker te zeggen? Nou, met name door de... Ja, dit klinkt heel raar om te horen zeggen door iemand die kleurenblind is. Maar... Wacht, daar hebben we... De tint van deze vlakken is een stuk donkerder dan bijvoorbeeld laten we eens zeggen wat Argentinië, Uruguay, etc. Voor mij dan, hè? Even. Dus ik ga uit van die donkere tint, zeg maar. Het zou wat zijn als dit zometeen blijkt dat dit een of andere inwoner van Guatemala is die in Bolivia zijn vlag uit heeft hangen. Maar eerlijk is eerlijk, voorlopig alle rest wat ik zie komt ook gewoon vrij overeen met Guatemala. Ik bedoel, ik heb deze zien we ook wel eens vaker in Guatemala. En als ik het me goed herinner, is Guatemala ook wit met blauwe letters. En volgens mij... Nou, waar mogen we niet die kant op, jongens? We mogen alle kanten op, behalve de kant van de auto's. Dat is een beetje tragisch. Maar goed, dat zegt ook niks. Nou, ik zeg, ik denk echt... In combinatie met die vlag en
In ieder geval dit. Zou ik zeggen dat ik goed zit. Of in ieder geval. In... Sorry. In het goede land. Oh, hallo, dankjewel. Ja, daar is die goed zicht op. Ik zat goed. Yay! Woehoe! Maar goed. Fusillary. Yay! Game breakdown. Yay! Het was hier een heel lastige. Het had heel dramatisch kunnen aflopen als ik dat bocht, maar goed. Er waren voor verre meer afstand aanwijzingen voor Sri Lanka, dus dat had ik wel gevonden. Excuus. Nou ja, dat was in ieder geval voor vandaag. Morgen weer een dag. En de individuele challenge. En kerstmis. En dan zeg ik tot morgen en fijne kerst. Alvast.